Vroeger was alles beter, hoor je wel eens mensen zeggen. Beter durf ik niet te beweren, maar weggemoedelijker. Het is vandaag aan de dag veel gehorster en gejaagder. Het zat er zo eens wat te prekken over mijn jongen uit mijn jeugd. Het eerste kerstdag kon mijn moeder altijd het kerstverhaal voorlezen. Uit een dikke, grote, rode kinderbibel. Met van die mooie gekleurde platen erin wordt kind van Jezus in de kribbe opgesteund. Dat heeft mij altijd heel veel indruk op mij gemaakt. Dat was ook altijd heel gezellig, want dan deuren we het licht uit en keer ze aan. Maar door dacht mijn grote broer aan het over, want die houdt niet van het schemerige geflikker. Dus wel deed ik grote licht weer op en mijn moeder deed het weer uit. Zo hongt het nog een voor die deur, totdat mijn moeder kwart werd en dan was het al gelopen. Dan kon mijn moeder eindelijk aan het kerstverhaal beginnen. Net als die keer dat we in een schuur lopen, die overhoos huis, maar van die kleine slootjes, dan moesten we het eerst maar zo proberen. Ik had er gauw in de smiezen. En toen vond ik die slootjes wel wat klein. Wij aan moe vroegen of we naar de ouderwetsloot mochten. Die waren veel breder en dan kon hij volgens ons veel harder schuren. Nou, op die haltjes kon hij niet zo hard. Maar dat gaat niks, want wij vonden het wel mooi. Toen we een poosje schuur had hadden, moesten we eerst weer naar huis om ons op te warmen. En natuurlijk om wat warms te drinken en een koekje te eten. Schuurgelopen kan het niet meer, maar ik bleef het een mooie sport vinden. Maar ja, ook aan het spuren kwam een keer een einde, want we moesten ook nog een keer naar scholen. Daar had ik niet altijd zin aan, want stille zitten en leren, dat hoeft me niks. Op de kleuterscholen vind ik het mooiste, want daar mocht ik spuren. En dan nog wel, het liefst in de poppenhoek. Het liefst kan je de hele dag met de poppenwijn door de klasse. Maar dat vindt de juffrouw toch ook niet zo'n goed idee. Ze zei dan tegen mij, Leesje, ga eens even terug naar de poppenhoek. Nou, dat deed ik dan maar. En dan hoor ik maar bij het gastvernuzie spuren. Later, op de grote scholen, in de eerste klasse, moest ik ook al de hele dag stille zitten. Gewoon vullen lieve tikken die doen, of hinkenparken, of bokkie springen. Op een keer, ik zat er in de eerste of de tweede klasse, dat weet ik zo net niet meer. Ik moest zoeken naar de wc, maar ik was er nogal wat verlegen en durfde dat niet te vragen. Op geen moment was de nood toch wel een beetje hoger. En heb het maar laten lopen. Nou, die begreep wel, één grote plassen water onder mijn stoelpien. Maar dat was misschien het allerste nog niet. Ik had een grote rode onderbroek aan, van die dikke stof. En die begreep wel, toen ik opstond van mijn stoeltje, zakte de broek naar onder. Net zo wiet dat hij een stukje onder mijn rok vandoor kwam. Ja, ik moest er toch naar huis, maar ze had me wel doorgekeken en uit te lachen. Maar ik mocht van mijn moeder smiddags wel een druwe gaan, zodat we toen weer verzoenlijk naar school kunnen. Ja, en zoals dat vroeger was, veel spuurgoed was er niet, maar we vermerken moest toch altijd weg. Dan hebben we in de schuren een spuurluzie met van die schoorn en al de bessen en dan kunnen we al heel veel mee doen. Dan hadden we peerdenbloemzuur en dat was appelmoes. We hadden ook een huisdier, een plastic hondje aan een touwje. Dat zat vroeger als verrassing bij de pudding. Die moesten we dan uitlaten en dan lopen we aan die langs met het hondje aan de touwje. Ook gingen we een boertje ver in het geurde gat. Van een oude klompen hadden we een boertje mogen. En die leurden we dan drieën. Dat ging ook wel eens mis. En dan vallen we er zelf mee. We hadden wel een slag voor het geurde gat. Aan bij ons thuis eens altijd dat door de bullenbak is dat. Zo waren we altijd wel mooi aan het spuren. En vervelend waren we nooit. En verveelden ons nooit. En dat allemaal zonder computer, televisie en iPhone. Jaren later, toen ik van de lagere school afkwam, kon ik naar die school. Daar heb ze mij van alles proberen bij te brengen. En ja, dan moest ik dat dan ook wel een keer in de praktijk brengen. Daarom kon ik naar die om te kijken of er voor mij ook nog een ander soort ene voor mij was. Nog van het andere soort ene voor mij was.
Vuile schrik hebben we door gehad in mijn jonge jaren. Maar het is allemaal goed gekomen. En alles wat ik op deze school geleerd heb, kwam me later nog weer goed van pas. Zo heb ik toch niet voor niks naar school geweest.